kwam vanuit Peru naar Engeland. Familie Brown ging plat voor de immigrant. In de Windsor Garden sfeer voelt hij zich echt een hele heer. Een nieuw leven voor een ondernemende beer. Bij problemen is hij een hulp, een handige knecht. En alles komt weer op zijn pootjes terecht. Bekijk de wereld op zijn eigen manier. Wat hij ook doet, hij heeft in alles plezier. Hij is aardig, heeft fatsoen en wil alles zo goed doen. Maar hij werkt zich in de nesten telkens weer. Is te nieuwsgierig keer op keer, maar al gaat het fout toch wil niet meer. Want Paddington is een bijzondere beer. Ik ben Beertje Paddington. Meneer Gruber zegt dat Ierland een betoverend land is. Rijk aan legendes, mythes en een paar vreemde gewoontes. Dit is de beroemde Blarneysteen, meneer Brown. Als je die kust, zul je op magische wijze de gave van het woord ontvangen. Duizenden mensen zijn jou voorgegaan. Duizenden? Ik geloof niet dat ik hem dan nog wil kussen. Maar daar heb ik het volgende op gevonden. Meneer Gruber zei dat de gave van het woord betekent dat je veel praat. Ik vraag me af wat mevrouw Bird hiervan zal vinden. Ze zegt vaak dat beren wel gezien, maar niet gehoord moeten worden. Voel je er al wat van, meneer Brown? Ik voelde me duizelig. Maar ik wilde meneer Gruber niet voor gek zetten waar zijn vriend bij was. Misschien kun je iets heel erg moois en poëtisch zeggen. Het kussen van de Blarneysteen is gratis. Leg vooraf uw losse voorwerpen apart. Ze zeggen dat overal poëzie in zit, als je maar goed luistert. Wil jij de Blarneysteen niet kussen, Siobhan? Oh, grootvader, ik ben te oud voor die onzin. Ik vond de Blarneysteen kussen helemaal geen onzin. Wel gevaarlijk. Oh, het smaakt naar marmelade. Ach, meneer Gruber. Voor Siobhan's laatste verjaardag was ze dol op mijn verhalen en Ierse legende. Ik ben bang dat ze een deel van haar hart verloren heeft. Dat wil geloven in dingen als de Blarneysteen of kabouters of de kerstman. Niet in de kerstman geloven? Mevrouw Bird neemt me ieder jaar mee om hem te zien. Ik wou dat Siobhan het weer geloofde. Oh. Nou, laten we gaan eten. Dan vertel ik jullie een prachtig verhaal over een kabouter. Ja, leuk! Ik ben dol op verhalen over kabouters. Maar Siobhan duidelijk niet. En toen zag het meisje de Ierse kabouter. Oh. Ze wist dat hij haar zou laten zien waar de schat lag. Maar ze moest naar hem blijven kijken, want anders zou hij meteen verdwijnen. Ik weet zeker dat jouw vurige blik het goed zou doen bij de kabouters, meneer Brown. Als ze bestonden. De verhalen van opa zijn wel oké, maar ik weet zeker dat kabouters en elfjes niet bestaan. Hoe weet je dat dan? Ik heb er nog nooit een gezien. En je weet toch wat ze zeggen? Eerst zien en dan geloven. Goeienacht, Paddington. Eerst zien en dan geloven? Wat? Oeh, ben jij het, meneer Brown? Wat is er aan de hand? Eerst zien en dan geloven, meneer Gruber. Daar heeft hij gelijk in. Siobhan zei dat kabouters niet bestaan, want ze heeft er nog nooit een gezien. Maar als ze er een zou zien, zou ze er weer in gaan geloven. En in alle oude verhalen waar ze zo van hield. Meneer Brown, je bent een genie. Maar ik ben toch een beer? Soms zijn dat twee woorden voor dezelfde persoon. Kom, we moeten aan het werk. Ga naar de bibliotheek, meneer Brown, en probeer uit te vinden hoe een Ierse kabouter eruit ziet. Beren zijn heel goed in dingen uitvinden. Dan probeer ik intussen een schat bij elkaar te zoeken. Aha, de kabouter uit Ierland. De legende wil dat als je een Ierse kabouter ziet, hij je naar een schat brengt. Maar je moet naar hem blijven kijken, anders verdwijnt hij meteen. Hij is in ieder geval duidelijk herkenbaar. Als je iets te weten wilt komen, gaat er niets boven een goed boek. Maar dan moet je wel het juiste boek vinden. Als tante Lucy me toch eens kon zien. Je bent een prachtige kabouter, meneer Brown. En deze knikkers lijken wel van het zuiverste goud. Maar wat je ook doet, je moet niet praten.
want dan val je door de mand. Mm-mm. Ga nu maar slapen. Morgen proberen we Chabon zich te laten herinneren hoe leuk en betoverend verhalen wel kunnen zijn. Slaap lekker. Ik verheugde me erg op de volgende morgen. Ik had nog nooit eerder voor kabouter gespeeld. Ik vraag me af waar meneer Brown is. Het is niks voor hem om zich te verslapen. Kun jij even kijken of hij al wakker is, Chabon? Tuurlijk. Ik heb me verslapen. Ik hoop dat ik niet te laat ben om kabouter te spelen. Paddington! Hey, wat is er aan de hand? Ik zie je wel, Paddington. Hey, leuk trucje. Ik wist niet dat beren zo snel waren. Maar ik weet zeker dat ik je te pakken krijg. Je bent tenslotte geen kabouter. Het was eigenlijk meneer Brown's idee. Hij moest alleen een beetje geholpen worden. Zo hier en daar. Dat kabouterkostuum lijkt net echt. Als ik niet beter wist, zou ik denken dat hij een echte kabouter was. Ha, gevonden! Alweer terug, meneer Brown? Maar ik ben net pas begonnen, meneer Gruber. Het is leuk om te zien dat je je rol zo serieus neemt. Net was je ook al zo overtuigend. Ik wist niet waar meneer Gruber het over had. Waar ging hij heen? Waar ging wie heen, Chabon? Paddington. Hij haalde net een geintje uit in de bibliotheek. Hij deed net of hij een kabouter was. In de bibliotheek? Hier is onze kabouter. Met zijn schat. Maar ik ben niet in de bibliotheek geweest en ook niet in de keuken. Ik ben pas net wakker. Van kabouterspelen krijg je honger, vooral als je nog niet gegeten hebt. Maar als jij het niet was in de bibliotheek... Of hier... Wie dan? Een echte kabouter? Kijk! Waar is hij gebleven? Hij is het raam uit. Ik weet zeker dat het raam dicht was. Hij is weg. Denkt u dat het een echte kabouter geweest is, meneer Gruber? Ik zou het niet weten, meneer Brown. Maar ik weet wel dat dit een prachtig hoofdstuk wordt in mijn boek De Wereld aan haar Wonderen. Nee, maar... Dankzij Paddington heb ik eindelijk een echte kabouter gezien. En zien is geloven.